dat is wat we nu al. Deze maand in samenwerking met... Hallo allemaal, vandaag doe ik de Cinderella Tag. Hartstikke leuk. Ik heb de naam hopelijk zelf bedacht. Je weet het niet bij YouTube. Er zijn zoveel mensen die video's maken. Dus ik ga ervan uit dat ik in ieder geval de naam dan zelf heb bedacht. En zo niet, nou dan niet. Cinderella Tag is voor mij de tegenhanger van de Princess Tag die ik een paar dagen geleden online heb gezet. En dan laat ik producten zien die je gewoon in de kruidvat, etels en gewoon... dat soort drogisterijen kan kopen en die dus ook wat goedkoper zijn. Nou, ik heb trouwens mijn vriendjes heb ik weer bij me. Trinity en Maxi liggen weer op het bed, dus dat zat ik gezellig. Ik ga ze dit keer nu niet laten zien. Ze liggen echt precies op dezelfde manier als de vorige keer, dus dat is leuk. Ik begin met deze body mist. Dit is mijn favoriete body mist van Victoria's Secret. Sexy Little Things Noir heet deze. Hij is wat zoet. Dit kost iets van 125 dirham. Dus dat is ongeveer 12,50. En dit vind ik heel erg fijn. En dit is relatief goedkoop. Je krijgt een hele grote fles. 250 milliliter voor 12,50 is natuurlijk helemaal niet prijzig. En zo kan je er nog eentje kopen en kan je eens een keertje afwisselen. Dus dit is echt een van mijn favoriete Cinderella body mists. En dan heb ik voor de lippenstift heb ik de Ultimate Color lippenstift. Lippenstiften van Catrice. Ik vind die echt heel erg mooi. Ze zijn €3,99. Zo zien ze eruit. Dit is toevallig de kleur Ginger and Fred. En nou, die vind ik een mooie kleur voor de herfst, de winter. En deze lippenstiften die zijn ietsje duurder. Want je hebt ook goedkopere van 2. Nog wat, zeg maar. Die zijn echt heel erg goed. Ze blijven lang zitten. De kleur is mooi, vind ik. Dus dat is echt een favoriet product van mij. Die ik gewoon voor een paar euro kan halen. Dan heb ik nog een Catrice product. En de mensen die vaker naar mij kijken, die weten het. En die weten dat ik er helemaal gek van ben. Maar de nagellakjes van Catrice, €2,99. Ze zijn amazing. Ze zijn echt geweldig. Deze kleur vind ik toevallig... echt helemaal super voor de tijd van het jaar. Bed of Flowers heet het. Dit is de eerste keer dat het echt zo'n hele saaie naam heeft. Dit is een limited edition. Dit is een hele mooie kleur. Maar echt de dikte, hoe lang het blijft zitten, de substantie. Ik vind hem echt, echt, echt vergelijkbaar met OPI. En dat wil echt heel wat zeggen. Ik bedoel, voor dezelfde prijs van een flesje van OPI kan je 5 van dit soort flesjes kopen. Weet je, ga los. Dan heb ik... een mascara. En eigenlijk vond ik het heel erg moeilijk om een Cinderella mascara uit te kiezen. En dat komt waarschijnlijk door mij. Ik heb nogal high standards als het gaat over mascara. Ik vind het gewoon, ik wil gewoon dat de mascara niet klontert. Het zal wel aan mij liggen, maar hè? Dat is toch geen hoge eis. Ik wil dat die mijn haartjes separeert, dus niet klontert. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar... Ik wil iets wat volume, dat zou ik leuk vinden. Krullen hoeft niet echt, maar is ook leuk. En nogmaals, het ligt vast aan mij. Ik kan gewoon geen enkele goede, goedkope mascara vinden die dat doet. Ik vind ze heel vaak klonteren. En ik kan daar gewoon niet tegen. Dan smeer ik mijn hele ogen weer onder en dan heb ik het weer allemaal verpest. En dan heb ik zoiets van, why bother? Maar... ik heb daar dus heel diep over nagedacht. En ik dacht van, nou, welke mascara vind ik dan nog iets waar ik wat mee kan. En dat is deze van Essence. I Love Extreme. En dat is een heel raar borsteltje. Of tenminste, een heel raar borsteltje. Het is een wat dikker borsteltje. Hij heeft niet hele lange haartjes. En dit is de enige mascara waarvan ik een beetje zoiets heb van, nou, hè, daar kan ik wat mee. Met de rest, dit ligt aan mij. Ik weet het, maar ik kan dat niet. Dan gaan we verder naar de blush. Mijn favoriete blush op dit moment, maar sowieso ook gewoon de Cinderella blush, is een blush van Elf. Blushing Rose heet die. Kost een paar euro. Helemaal top. Mooie kleur. En nou, weet je, sowieso de producten van Elf. Er zit nog wat in mijn bakje waarvan ik denk van, nou ja, het is gewoon geweldig.
als je niet heel erg veel geld hebt te besteden, maar je wilt toch gewoon make-upjes en dingetjes en frutseltjes hebben, ga eens een keertje naar de site Eyes Lips Face en ga eventjes wat producten halen. Blushjes zijn mooi, oogschaduw. Dus ik ben er zelf iets minder dol op, maar er zijn mensen die zijn er helemaal kapot van. Je hebt nagellakjes, lippenstiftjes voor een euro, maar ook gewoon duurder. Foundation, ze hebben echt plenty, plenty, plenty. En als je dan toch daar gaat bestellen, bestel dan ook eventjes deze kwastjes van een euro. Super, super, super. Als jij geen geld hebt om hele dure Sigma kwastjes of Real Techniques of noem maar op, dan zijn deze kwastjes echt helemaal super. Dit is helemaal Cinderella. 1 euro per stuk. Go for it. Dan heb ik nog 3 producten in mijn bakje dingetje. Oogschaduw. De oogschaduw van Wet n Wild. Ik ben er kapot van. Het kost 5, 6 euro. Ik heb het bij de Make-up Spot gekocht. Helemaal top. Echt jongens, dit is zo geweldig. Hij is een beetje poederig. Je hebt wat fallout. Maar het pigment is geweldig. De kleurencombinaties zijn leuk en origineel. Ik gebruik deze echt heel erg vaak. Dan mijn BB cream. Ik heb dure foundation, maar het liefst en het vaakst gebruik ik toch echt de BB cream. Dat heeft ook met mijn huid te maken, maar ook gewoon met dat ik niet van een hele dikke pancake laag hou. Ik bedoel, als jij dat zelf heel erg mooi vindt, weet je, ga je gang, dat is prima. Ik vind het voelt gewoon ook niet fijn en ik vind het zelf niet heel erg mooi, want je ziet het altijd. Maar dat is een persoonlijke mening. Ik heb de BB cream van Garnier. Dit vind ik echt de beste. Ik heb geen... Oh jongens. Ik ben weer... De licht is weer zeg maar anders dan normaal. Ik ben ook weer heel erg wit en zo. Maar goed. Ik heb natuurlijk wel hele rode lippenstift op. Maar even kijken. Ik had het over de Garnier BB cream. Deze Garnier BB cream. Ik heb light clear. En ik heb geen idee hoe duur dit is. Ik koop dit altijd in de aanbieding. Dit is één keer in de zoveel tijd. Nou, één keer in de maand, één keer in de twee maanden is dit in de aanbieding. En dan kost het, ik betaal er een tientje voor. En deze die stelt mij nooit, nooit teleur. Als laatste heb ik iets wat ik bij de Action heb gekocht. Nou vind ik de Action een geweldige winkel. Maar ik vind Action make-up echt drie keer niks. Het doet gewoon niks voor mij. Ik bedoel, ik snap dat sommige mensen er helemaal enthousiast over zijn. En in principe, weet je, 2 oogpotloden voor 70 cent. Hartstikke leuk. Maar ik vind het gewoon helemaal niks. Maar dit product heb ik bij de Action gekocht. En ik vind het helemaal fijn. Het kost iets van 89 cent of zo. Ik doe dit op als ik me opmaak. Hij geeft sowieso een heel mooi glansje. Ik heb echt het gevoel dat het voedt. Het ruikt heel lekker naar kokos vanille-achtig. Hier ben ik helemaal kapot van. Nou, dit was mijn Cinderella tag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie de producten ook leuk vonden. Ik snap dat er meerdere producten al een keertje zijn voorbijgekomen. Omdat ik graag natuurlijk over producten praat die wat goedkoper zijn. Zodat het bereikbaarder is voor de meeste mensen. Niet iedereen kan een palet kopen van 50 euro. Ik begrijp ook dat heel veel mensen dat niet doen. Dat ik het doe. Hè? Ja, ik ben een beetje gek, dus dan krijg je dat. Maar des te meer vind ik het leuk om te laten zien dat er dus ook heel veel producten zijn die veel goedkoper zijn. Die gewoon ook dezelfde kwaliteit hebben. Niet altijd, echt niet. Maar bijvoorbeeld de Catrice nagellak. In vergelijking met duurdere nagellak. Of niet duurdere, maar bijvoorbeeld de OPI. Is echt gewoon top. En dan zou ik zeggen, koop gewoon de Catrice nagellak. Ga niet die dure OPI. Ik moet eerlijk zeggen dat ik sinds ik Catrice heb ontdekt van de nagellak, heb ik ook geen enkele OPI flesje meer gekocht. Nou, dat wil wat zeggen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laat even wat reacties achter. Vertel eventjes of jullie nog wat speciaals willen zien. En smile if you're pretty.